mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabijtja gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. En Stibar is de pijper. En komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet dan nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Dat Van Avermaet. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Avermaet? Viviani. Het is Van Avermaet die het haalt. En Olympisch goud. Olympisch goud voor Dirk Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op 1. Tom Boonen is wereldkampioen. Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiestop. Of zal ik zeggen, bonjour, cher auditeur. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Want vandaag zijn we te gast in La Glaize. Luca is zich aan het voorbereiden op het najaar in de schaduw van de Mont Ventoux. Maar intussen beginnen Daan en ik aan ons Ardennenoffensief. Onze gast werd pas betoverd door de liefde voor de fiets op 20-jarige leeftijd en liet voor het eerst van zich spreken in de naburige Ronde van Luik. Deze prestatie leverde hem een transfer op naar fruitleverancier Cibel. In 2017 mocht hij zijn eerste profcontract tekenen bij Verandas Classic Aqua Protec, beter bekend als Wallonie Bruxelles. Als neoprof stond hij samen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het podium van de Elfstedenronde. Onze gast brak zijn contract bij Wallonie-Bruxelles open en vertrok voor 2 jaar naar Lotto-Soudal. In 2020 kwam hij echt thuis bij Age Desert Citroën, waar hij samen met Greg Van Avermaet en Stan de Wulf de Vlaamse enclave is komen versterken. Dit jaar reed onze gast al virtueel in de roze trui tijdens de Giro d'Italia en zijn broer is op dit moment aan het werk in de Tour de France. Meer tips zijn er niet nodig om te achterhalen wie hier aan tafel zit. Welkom Laurens Naassen, of moeten we zeggen welkom De Lau. Kies maar. Zolang dat niet Laurens is, want dat hoor ik ietsje te vaak. Ah, dat heb ik nog niet gehoord. Overal waar dat ik ben. Ook al zeg ik het net voordien. We zitten hier in La Glaize. Voor de wielrenners die reeds gestopt zijn, wel een populaire plaats, een gekende plaats. Hoe zijn jij hier terechtgekomen? La Glaize, gelijk dat je zegt, een perfecte plaats om te trainen in de Ardennen als je coureur bent, coureur wil worden of gewoon je wilt amuseren. En ik ben hier terechtgekomen door met onze lokale vriendengroepje de parels van Berlaren en omstreken een beetje bij ons te trainen eerst. We hadden dan een Ardennenweekend met de parels. En dat was dan ietsje verder bij Greg thuis, die hier ook een huisje heeft. Gingen we dan op weekend met de mountainbike in de winter. Ja. Maar dat was dan een weekend gewoon fun. Ja, ja. Een beetje fietsen, een beetje mountainbiken. En voor de rest ons gewoon goed amuseren onder vrienden en ietsje drinken. En voilà, zo heb ik Stoumont en La Glaize leren kennen. En ook mijn vriendin hier, toen dat ik ze spertel zat heb proberen versieven in het restaurant. Ja, het was mountainbiken in november of zo. Ja, inderdaad. Ik kan er mij al iets bij voorstellen. Inderdaad, de schone periode als coureur. Ja, zeker en vast. En recent nog, ik zag denk gisteren of eergisteren, met de ex-ploegmaat Stijn van den Bergen hier nog geweest, de mountainbike. Inderdaad, plots belde Stijn mij of dat ik in de buurt was, want daags nadien was er de mountainbike marathon van Stoumont. Ja. We hebben die samen meegedaan. Altijd leuk om een keer met een topcoureur als VDB op de baan te gaan. En een keer een evenement mee te doen als een speciale mountainbike-tocht in de buurt. Uitgepeild, perfect, moet aan niks denken. Ideaal. Heb je net voor de podcast al gezegd dat hij nog steeds goed in vorm was? De conditie nog altijd in orde? Ja, ongelooflijk. Hij zei mij dat hij geen conditie had, met de nadruk op geen. Zandstrooier. En hij heeft al maanden niet gefietst, maar dat was echt puur zandstrooierij. Dat denk ik. Hij wou mij er... we hebben 5:40 gereden, of 5 uur in totaal gereden. En 5 uur lang wou hij mij puur zeer doen. Het is hem af en toe gelukt. En bergop kon ik hem gelukkig afkrijgen, maar... Op de vlakke delen, à la VDB, gewoon duwen op die pedalen en iedereen zeer doen. Dat kan hem en dat gaat hem blijven kunnen. Ja, stevig. Nog altijd in orde. Inderdaad. Hij zit er wel goed uit de wind achter hem. Correct. Ik zei net, bij de start van de mountainbiker reed ook een vriend van mij mee. En ik zei tegen hem, de tip die je aan elke coureur kunt geven in het profpeloton tot 2 jaar geleden, gewoon bij VDB blijven. Gewoon bij VDB blijven. Je zit altijd goed geplaatst. Hij is gigantisch groot
En dus komt de zonder wind vooraan terecht op de belangrijke momenten. Dus dat is perfect. Ja, ondanks zijn, het feit dat hij echt redelijk grote mens is, was hij wel redelijk goed in peloton, hè, qua positionering. Hij was perfect om inderdaad hem te placeren. Hij had ook het nodige respect om doorgelaten te worden. Ja. Dus, hij was ook wel volledig thuis in de Vlaamse koers. Ja, correct. Dat was echt zijn ding. Volg je een tour een beetje van hieruit? Of, ja, ik volg hem elke dag. Ik zeg niet dat ik elke dag heel de rit kijk, omdat ik ook moet rijden. Dus, maar de laatste 50, 60 kilometer bekijk ik toch wel vanuit de zetel. En al genoten van de huidige tour? Of? Ja, het is een schoon rondeke. Hè. Kun je niet klagen. Een paar dagen geleden Bobke Jungels, die een keer serieus uitgepakt heeft, met blijkbaar de tweede langste solo-overwinning misschien ooit achter Michael Rasmussen. Ah, dat wist ik niet. Amai. Dat heb ik gelezen als fact. Ja, dat is wel een mooie fact. Ik ken er aan tafel, ja. Ah, dat wist ik niet. 60 kilometer solo, dat kan al tellen. Dat is al wat mooi. Ik wel had gehoord, was dat Jungels hem de gele Porsche ging kopen als hij een tourrit win. Weet jij daar... Ik heb geen info gehoord. Nee, ik ben ook heel benieuwd naar de verhalen van mijn broer als hij thuis komt. Maar ik heb het ook gehoord dat hij hem een gele Porsche ging kopen. Hij is in staat, hè. Hij is zeker en vast in staat. Ja, is het toffe, toffe kerel, Bob Jungels. Het is een super toffe, joviale gast. Op tv kende hij hem niet, maar in het echt is hij mega down-to-earth. Perfect om mee te zeveren. Hij kan hier makkelijk bij ons zitten en iets meedrinken. En voilà, topkerel, super autofan. Dus die gele Porsche, hij is een man, als hij dat zegt, dat kan zeker en vast direct gedaan worden. In de ploeg zijn er nog autofreaks. Hij zelf ook wel een lichte autofreak of niet? Ik ben wel een beetje een auto... Geen autofan of autofreak, maar ik heb wel graag een schone bak om mee rond te bollen. Ja. Het is niet dat ik veel van auto's ken, alles behalve, maar het is plezierig om mee rond te rijden. Hè. Ja, als coureur de snelheid moet je toch dat een beetje inzetten. Hè. Het is dat. En als coureur, je doet ook veel kilometers. Als je altijd bolt tussen Berlare en La Glaise... Dat is genoeg, hè. Dan doet jij wel de kilometers. Inderdaad. Dat is wel plezierig als dat rapper kan verlopen als normaal. En zit je vaak hier in La Glaise? Bij mij, het is een beetje mijn tweede thuis geworden in de loop der jaren. Dus vanaf dat ik, zeg nu, 3-4 dagen vrij heb, tussen aanhalingstekens... Dan kom ik altijd naar hier. Ja, er is altijd een beddekje klaar, omdat het restaurant is van mijn schoonouders. Dus we zijn hier altijd wel zeker en vast welkom. En mijn vriendin Marie, die kom ik heel graag naar hier voor bij haar familie te zijn. Dus met alle plezier dat ik hier mijn tijd kon besteden. En het is perfect om te trainen, dus waarom niet? En wat is zo uw favoriete bergje hier in de geburen? Of uw favoriete dorp? Wat we zeker iets moeten doen met de fiets. Mijn favoriete dorp, dat is uiteraard La Glaise. Het beste dat je kunt eten zijn Luikse balkjes. En mijn favoriete klim is eigenlijk een heel simpel dingetje. De Makizar, 5 minuten. En dat is iets waar ik... Ja, er is niks speciaal aan. Het is gewoon een klein schoon klimmetje. Een beetje open. En het is iets waar ik altijd, als ik er passeer, een schoon intervalje probeer te doen. En voilà, het is een schoon klimmetje. Ja, ah, want voor de luisteraars, wij zijn hier zelf om een paar dagen te fietsen. Want we hebben voor de eerste keer ook een podcast met publiek. Robbe de Laat, ook podcaster, maar dan op een ander gebied, is hier ons publiek, want die is ons deze week komen vergezellen op de Ardennen-training. En gisteren zijn we hier al door het mooie La Glaise gefietst. Hè. Met daarna dan naar de Redoute. Toch vandaag al, ik was er niet bij, maar toch al brokken gemaakt vandaag. Ja, inderdaad. Vandaag er stond 150 kilometer op het programma. En na 40 kilometer de krenk af. Te veel macht. En dan doe je dat zelfs. En dan staat je daar. Hè. Ja, kun je niet veel doen, hè. Nee. En zoveel echte fietswinkels heb je ook niet in de buurt. Hè. Dus als je echt je krenk af hebt, dan... Ja. Kan ik u maar één tip geven en dat is mij bellen. Ah, wel. In de hoop dat ik hier ben, dan moet ik u wel komen halen. Maar, We zijn Robben naar ons huisje laten gaan rijden en mij komen oppikken met een auto en dan naar een fietsenwinkel in La Roche. En dan was het gefixt. Dus ja, echt nog nooit voor had. Maar kan gebeuren. Hier in het midden van de Ardennen moet je dan toch maar een keer voor hebben. En een uur of twee in het gras gezeten. Om nog even terug te komen op Tour de France dan. Jongens, maakt de Tour wel al een beetje goed voor jullie ploeg? Allee, volledig. Zijn maar gerust, volledig goed. Want... Ik denk elke ploeg die een rit in de Tour kan winnen, dat is waarvoor dat je naar de Tour komt. En als dat lukt, dan is de Tour zeker en vast geslaagd. Als er nog iets bij komt, dat is bonus volgens mij. Want wel, wat pech had me... Met O'Connor daar, die daar lek rijdt in Roubaix. En de rit naar Roubaix.
En dan ook wel... Ja, zwaar gevallen. Hij is ook niet... is ook gevallen, hè? Is hij gevallen? Hij is gevallen, hij is ziek geworden. Hij heeft een beetje alles een beetje gehad, ja, een beetje... Ik denk dat het begon met inderdaad op de Roubaix-rit. Als je daar in een koers als Roubaix iets voor hebt op een slechte moment, dat kan gedaan zijn. Hè. Ja. Ik denk dat hij plat reed en dat Stan de Wulf hem een wiel moest geven. Maar dan verzeil je in een groepje... Ja, je verliest direct heel veel tijd. Je moet wachten op de ploegmaat om je wiel te geven. Je verzeilt in een groepje zogezegd de gelosten. Of mannen die ook problemen gehad hebben. En als je tussen de gelosten zijn, dat zijn niet de mannen die het gaan toerijden op de mannen die niet gelost zijn, denk ik. Dus ja. dat is al dikke miserie om terug te komen. En had Oliver, ik had dat lekker gehoord op tv, ook niet iets gezegd dat dat te lang duurde of zoiets, dat wielersteken, dat daar een probleem mee was? Daar heb ik niet echt ik had iets info gehoord. Van. Ik heb dat niet helemaal gevolgd. Mijn sleutelken of zoiets, dat hij iets school. Dat kan, dat ja. Door, dat normaal in, normaal in zulke koersen. Ja. Normaal gezien in zulke koersen hebben... heeft elke zogezegd luitenant en kopman een sleuteltje om het wiel te versteken onder de zadelpennen hangen. Ja. Maar het kan altijd zijn, dan met een velcro vast. Als je 7 kasseien raakt, dan kan eruit vliegen. Hè. Ja. Dus misschien ja. was... Ik denk dat zoiets was, inderdaad. Misschien was Bob of Stan zijn... Ben of Stan zijn sleutel kwijtgeraakt. Daar ben ik niet van op de hoogte, maar dat kan zeker gebeuren. Ik zie dat je opteren voor steekkassen met... Met een quick release aan, ja. Of iets in dat genre. Ja, oké. Okay. Veel ploegen hebben dat, maar wij hebben zo'n magnetisch sleutelje dat onder de zadelpen hangt. Ja, oké, okay, ja. Dus niet slecht, maar ja, je moet... Wow, tuurlijk, het is altijd... Een wiel versteken onder coureurs is altijd sukkelen. Ja, kijk maar naar Vingegaard. En naar Jumbo, ja, inderdaad. Ja, dat was een zeven wissels binnen 2 seconden. Heeft veel slachtoffers al gemaakt. En O'Connor was het grootste slachtoffer. Er is veel gezegd en geschreven daarover. Wat is uw mening eigenlijk over een kasseirrit, Laurens, in de Tour? Ik vind dat niet mis, eerlijk gezegd. Ik vind dat een heel schone ding. Dat is in mijn ogen een beetje zoals... wat ik persoonlijk kan zeggen uit mijn ervaring, de Strade Bianchi-rit in de Giro d'Italia. Ik heb daar zelf échappé gereden, dus voor mij was dat een van de schoonste dagen in mijn carrière. Je rijdt heel de dag in de vroege vlucht en een van de schoonste koersen die je kunt rijden in een van de schoonste rittenkoersen ter wereld. En je wordt daar top 10 door in de vroege vlucht te zijn. Dus als je dat kunt meemaken, dat is supermooi. En dat is dan in de Tour de France dan toevallig een kasseirit geworden, omdat ze daar geen zandwegen hebben, geen grindwegen hebben, zogezegd. Dus dat is de... Als je daar vooraan rijdt, iedereen van die vroege vlucht, iedereen die zonder kleerscheuren erdoor komt, die spreekt van een prachtige dag. En dat zijn dagen die je... Ja, zo maakte er geen 20 mee in je carrière. Dus dat is echt momenten om te onthouden en dat is fantastisch. En behalve als je miserie hebt. En heb je broer al gehoord in de Tour? Ja, we sturen regelmatig en... Wat wil je ervan weten? Hoe voelt hij hem? Hoe voelt de ploeg hem? Wat heeft hij al meegemaakt? Blijkbaar... heeft hij een keer een hersenschudding gehad dat hij mij stuurde. Van, ik zeg, hoe komde jij in godsnaam aan een hersenschudding? Is hij gevallen? Of... Hey, ik weet niet meer exact hoe. Ik ga een keer rap mijn berichten moeten openen. Maar dus... Daarom zijn we hier zo voor. Zo komt een mooie reetjes te weten. Hè. Ik ging zijn op stap geweest met Alaphilippe, maar die zit niet in een Tour. Nee, hij zit thuis. Of in Livigno. Wacht. Misschien op stap geweest met Bonen, dat kan ook. Ja, die zit ergens op Spa-Francorchamps, denk ik. Te racen. Ah, iemand, een seingever die de weg aan het aangeven was, blijkbaar iets te neig met zijn hand aan het zwaaien en bam er tegen gereden. Oh, shit. Serieuze koppijn, zei hij. Ah, beetje gelijk Pinot met zijn zakje. Ja, exact eigenlijk. Zoals Pinot. Ja. Inderdaad. Ja, maar dan één dag hoofdpijn gehad en dan terug in orde. Ooit al zoiets voor had, gelijk Pinot? Nee, eigenlijk niet. Ik ook niet. Alle geluk. Het zag er niet mooi uit. Dat was echt... Ja, poef was op de neus. Gezien, ja. Nog niet vaak gezien. En die stapte ook gewoon direct af in de handen van de armen van een verzorger daar stond. Een mooie knuffel gekregen. Dat was een prachtig beeld. Ja, even met een kasseer. Jongens, toch. Maar die was voordien gevallen. Hè. En ja, die kwam ja. terug. Klopt. Of wel eens samen, maar ik denk dat hij viel. Hij kwam terug. En hij krijgt daar de Juve op zijn mule van de week. Ongelooflijk. Van de Willis-Emmerje. Dat is pluspunt in de podcast. Ja, hij volgt WTC waarschijnlijk ook al. Ja. Maar ik denk dat iedereen dat wel volgt, die dingen. Ja, ik vond vandaag fantastisch, WTC, hoe rap dat ze erbij waren. De staking in de koers. En direct, nee, aan het boksen. Boksen is barbaars. Dat heb ik nog niet gezien. Ja, zeer grappig. Had ik een keer moeten updaten. Goed bezig. Het stond echt... Die staking was echt net gebeurd en WTC had al 2 minuten later al een goede postje gedaan. Het is alvast niemand in een Tour zit. Er wordt soms gespeculeerd dat actieve renners zouden zijn. Ah, ja?
Ja. Ah, geen idee van. Er wordt naar gegist en geraden wie dat de mensen erachter zijn. Ik ben het niet alleszins. Ooit hoop op een reveal. Ja, nee, ja. Ja. Hij wist het nog niet van. Of hij doet toch alsof hij het nog niet wist. Ik kan goed doen alsof, waarschijnlijk. Dan wel. Maar bijvoorbeeld, dus, om terug te gaan naar uw broer eigenlijk. Nu is waarschijnlijk zijn doelstelling in een tour toch een beetje veranderd met afstappen van O'Connor. Want de eerste week hoorde je hem, als je hem hoorde in interviews, was ja, Ben beschermen. Maar nu gelukt, hè. Nu natuurlijk gaat er een mission failed drastically. Een beetje een aanpassing zijn. Wat is zijn gedachte daarover? Heeft hij ritten aangestipt? Ziet hij kansen? Wel, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Je weet, in de grote ronde, het is voor mannen van zijn profiel bijvoorbeeld, het is eigenlijk zeer moeilijk. Om ritten aan te stippen, moet je al geluk hebben dat er ritten naar je profiel zijn. Want in de grote ronde, stel nu, het is 21 ritten. Ik heb gehoord dat de ronde van Frankrijk 47.000 hoogtemeters is. Dat is gemiddeld 2.300 per rit. Dat is ongelooflijk, hè. Dat is de Ardense pijl, elke dag opnieuw. Hmm. Dat is een vak, is dat sprint. Ja, dat is crazy. Dan moet je hopen op de beste dag van je leven of mee zijn in een ontsnapping, in zijn geval. Een ontsnapping die voorblijft en niet aankomt op een klim. Dus ik denk dat dat een beetje zijn doel zou moeten worden, in mijn ogen. Ik heb er nog niet gevraagd of er niet over gepraat met hem. Dus ik zal hem misschien een keer sturen straks, maar hij gaat dat zelf wel ook wel weten, denk ik. Maar dat zou toch een beetje het plan moeten worden van kansen proberen grijpen met beide handen. Ook al is een tour voor de ploeg geslaagd, er zijn nog 2 weken te koersen, dus er kan nog zoveel gebeuren, er kunnen nog zoveel mooie dingen gebeuren ook. Dus waarom niet proberen meegaan in ritten waarvan dat je denkt dat de UAE's en Jumbo's niet te veel gaan naar omkijken. Ja. À la vandaag bijvoorbeeld, maar jammer genoeg klim van 21 kilometer, dus zeer, zeer moeilijk. Redelijk stevig. Dat is een belangrijk detail, hè. Ja, als het bergop arrivé is, kun je doen wat je wilt, maar als je, zoals mij, 75 kilo weegt, dat is een onbegonnen spel. Zeker tegen de supertalenten, het is gelijk dat ze maar blijven komen. Hè. Inderdaad, ik zeg dan soms tegen mijn eigen, ik zeg dat niet in het echte publiek, maar kijk, voor deze keer nu, ik ben maar een normale mens. Hè. Tegenover die monsters dat er rondrijden, die echte machines, die rijden een tempo bergop, bergaf op de vlakken. Dat is echt ongelooflijk. Primeur in de podcast. Laurens Maassen is maar een gewone mens. Ja, een normale sterveling. Nee, maar natuurlijk, ja, jongens gelijk u, dat zijn al de beter van hun generatie. Die worden prof. En dan krijgen nog die mannen uit alle uithoeken van de wereld in de Tour. En dat zijn nog eens mannen die er nog een schep bovenop doen. Inderdaad. Ik denk dat wij ons dat zelf niet kunnen voorstellen, wat dat is, hoe hard die met de fiets kunnen. Ja, inderdaad. Dus, je ziet dat vaak. Hè. Als je prof wordt, zit je vaak bij de 3 beste van je geboortejaar eigenlijk, binnen je land. Sommige jaren misschien, ja. En je bent gewend van veel koersen te winnen. En dan kom je in een profpeloton, waar ze uit alle kanten van de wereld koersen. En er komen alleen nog maar landen bij. Inderdaad. Dus dan inderdaad lijkt me dat niet zo makkelijk. Ja. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Tom Pidcock of zo, daar wordt misschien niet heel veel van gezegd, maar hij is er wel altijd. Hè? Direct 7 staande klassement, doet dat maar. Hè. Inderdaad. Dat doet mij denken aan een quote eigenlijk, dat ik vorig jaar een interview gaf tijdens mijn eerste ronde van Italië. Dan vroegen ze mij van, hoe voelt het om als normale sterveling in een grote ronde rond te rijden? Dan vroegen ze 2 weken, na 2 weken koers ongeveer. Dat ik een uitleg gaf van, kijk, als ik eerlijk ben, ik zou liever boksen. Ja, een bokser die wordt 1 keer afgeslagen per jaar misschien. Als coureur, elke dag 6 uur lang krijg je de lappen. Ja. Dat is echt... Pino letterlijk. Inderdaad, Pino letterlijk. Je wordt daar 6 uur lang van links naar rechts geslaan en je moet maar proberen overleven en binnen geraken en voilà. Morgen opnieuw. En zegt Bouhanni dat ook, dat hij liever bokser is dan coureur? Of, Ik denk tot de ronde van Turkije van het jaar en dan iets kalmer misschien. De Giro dit jaar voor u draagbaarder of draaglijker dan vorig jaar? Of, Eigenlijk wel. Ik kon vorig jaar al niet klagen. Een paar keer proberen prijsrijden dus in de sprints en de dingen dat ik kon doen, zoals die rit in de Strade daar, dat ik zei. Maar het is altijd speciaal, zo'n grote ronde. Het is zo goed als je kunt uitrijden. Als je een keer in beeld kunt rijden, is al niet slecht voor een sterveling. Ja. Van de jaar, inderdaad. Van de jaar voelde ik mij gewoon ook ietske sterker dan vorig jaar. Hè. Zo zie je, maar een oude mens kan nog verbeteren. Hè. Maar het is ook gelijk wat ze vaak zeggen, dat je dan effectief sterker wordt door een grote ronde te rijden. Of heb je dat gevoeld? Goh. De maandag nadien waarschijnlijk. Het grote probleem is, die andere mannen hebben ook ingereden. Hè, dus die zijn ook allemaal sterker geworden.
Maar nee, ik denk dat je zeker wel er heel veel beter uit kan komen als je alles goed overleeft. Als je niet elke dag uit een haak trekt en om levend binnen te komen. Na 3 weken is het vat zo leeg dat je niet echt meer herstelt, denk ik. Dat je een tijd lang volledig leeg kunt zijn. Maar als je kunt maken, zoals ik mij van de jaren wel voelde, dat je elke dag met overschot kon binnengeraken, dan kom je uit die 3 weken koersen met een goed gevoel, met heel veel moral en ook een goed paar benen. En dat is goed voor de goesting voor de komende maanden. En zoals dat Ben al zei, reed je ook in de eerste rit virtueel in de roze trui. Ja, maar kan mee. Wat was daar het idee achter, het plan achter, om aan de voet van die klim zeker was dat je demareerde? Ja. Een klimmetje van een kilometer of 3, 4 zeker? Ja, 5, spijtig genoeg. 5 zelfs. En jij demareerde aan de voet. En zat daar een idee achter, een plan? Of, Goh, wel, wat die aankomst verkent. En ik zei tegen mijn ploegmaat dat ik het wel een lastige klim vond, maar... Er waren 2 bochten in de klim die iets vlakker waren. En zoals ik daarnet zei, ik weeg 75 kilo. Ik ben niet de beste klimmer die er rondrijdt in het profpeloton. Maar ik zei tegen mijn eigen van, als ik 2 kilometer kan overleven en op het tweede vlakke stuk misschien gewoon durven aangaan, want koersen is uiteindelijk gewoon durven. Als je durft aangaan en je krijgt een klein gaatje en je kunt volhouden, dan duurt het maar 5 minuten of 8 minuten om boven te zijn. Dan zijn er nog 3 kilometer te gaan. Ja, ik had mij misteld, het was een bocht te vroeg. Nee. Ik had, we draaien die klim op. En rechts een bocht, het ging heel rap. En aan de eerste bocht, eerste vlakkere deel, wou ik eigenlijk gewoon opschuiven en een laatste keer gaan helpen bij mijn ploegmaten die iets van job hadden om te blijven aanhangen, te sprinten. Om naar de goede sprint te doen. Vendrame bijvoorbeeld, ja. Die dat wel normaal gezien echt aan kan zo naar Rivé. Maar ik kwam mij echt een snelheid af, van achteruit naar voor. En ik dacht van, wat als ik er nu gewoon een lap op geef? Je weet nooit, hè. Ja. Wie weet krijg ik 10 seconden, wie weet krijg ik een minuut, dat ze echt niks doen. En als je dan gewoon de effort van je leven doet, tot zover dan dat je geraakt. Ja, als je niet probeert, hè. Wie niet waagt, niet wint. Je hebt geprobeerd, je ziet, dat wordt toch onthouden. Exact, door, het is belangrijk. Mensen. Anders zouden we nu niet aan het ballen zijn. Terwijl je tweede Giro, rijd je... Liever de Giro dan een andere ronde? Is dat een bewuste keuze? Is dat een keuze van de ploeg? Of? Dat is een beetje een bewuste keuze uit mijn eigen toe. Van als je de Ronde van Italië rijdt en je komt daar goed uit, zoals ik daarnet zei, dan heb je nog een heel half seizoen te gaan. Nog veel mooie koersen te gaan met een goed paar benen als je er goed uitkomt. Dus dan heb je nog heel veel kansen om prijs te rijden tot het einde van het jaar. En dat is wel belangrijk. Er zijn zoveel schone koersen in de maanden augustus, september, oktober. En als je daar... Al is het maar 1 keer kunt uitpakken met een mooi resultaat, dat kan veel doen. Je bent zelf ook redelijk snel, laat ons zeggen. Je rijdt vaak top 10 in massasprints. Is dat iets waar je zegt, ik wil me daar nog verder in ontwikkelen? In sprinten, doe je ook de vroege vlucht en zo. Vlaamse voorjaar, of kun je van alles een beetje te veel en niks echt specifiek... Ik kan van alles een beetje, maar niks echt vrij goed, zou ik eerder zeggen. Ja. Ik kan inderdaad een beetje sprinten, maar dat is dan liever van een groep van 30, 40 man. Want in massasprints tegenwoordig, het is niet meer zoals in onze tijd, met de jullie ook gekoerst hebben, dat we met een 53 of de 54 plateau rijden. Ja, nee, dat is crazy. Ik rij met de 54 plateau en dan... ik heb in de Giro inderdaad, daar rij je daar top 10, maar dat wordt er voorbij gestoken door mannen en dat is geen zever die rijden. 10 per uur sneller. Ja. Die hebben een plateau, steken vooraan van 56 of misschien zelfs 58, gelijk dat je bij Lotto hoort. Ja. En dan kun je aan mij vragen van waarom heb je dan zelf geen 56? Omdat het merk waarmee we dat rijden, heeft dan pas sinds deze Tour de France dat wij met een 55 kunnen rijden. Dus ja. Dat is een groot verschil in sprints. Ik zou heel graag blijven massasprints meedoen, want het is wel een serieuze kick en het is ook leuk als je top 10 kunt rijden in whatever welke koers. Maar daarvoor moet je echt tegenwoordig een serieus verzet hebben. En, maar je hebt met Campagnolo en Campagnolo heeft er nog maar net dan. Ja, okay. Inderdaad. Sinds deze Tour de France speciaal gemaakt voor de Tourploeg. Oh my god, dat wist ik niet. Ja. Het is ook natuurlijk een groot positioneringsspel. Ik denk dat je daar ook wel redelijk goed in zit. Want vaak... Doe ik het alleen, ja. Ja, doe je het alleen. Inderdaad. En toch zit je daar. Het is niet simpel, maar het is... Ja, koersen is durven. Koersen is gewoon durven u tussen gooien en zien waar dat schip strandt. Ja. Als je toont aan de anderen dat je er bent voor echt, voor menens, dan gaan zij ook merken van
dat is de derde dag op rij dat hij hier wil meesprinten. Ik ga er niet mee duwen, want hij duwt terug. En als ze dat dan weten, dan geven ze u nodige ruimte om u te laten meesprinten. En dat is wel belangrijk. Ja, ik kan me wel voorstellen dat in de World Tour een andere beleving is als bij de beloften. Zottekot, dat is echt een zottekot. Dat is dus van, als je geen pure sprinter bent, we zijn allemaal met ons ploeg, met ons 4-5 man. Inderdaad. Wat kom jij hier doen, bij wijze van inderdaad, spreken? Inderdaad, het is ook waar. Er zijn zoveel... elke ploeg heeft 2 man die rapper zijn dan mij, dus wat kom ik er doen? Dat is een heel goede vraag. Maar iedereen die een licentie heeft, mag zitten waar hij wil en proberen prijsrijden waar hij wil. Dus ik mag ook proberen prijsrijden, bijvoorbeeld. Ja, maar ik bedoel niet dat je nee, dat nee, je nee zeker niet, maar het is een goed voorbeeld. Hè? Ja. Mocht je morgen ploeg zeggen, we rijden met 4 man voor u, zouden ze misschien wel rapper zijn van oké. Dan zien ze van, die zitten hier met een ploeg, die hebben een plan. Ja. Dan geven ze een beetje extra ruimte. Alleen is het heel moeilijk, behalve als je echt zegt van tegen de mannen die u duwen, als je een keer kwaad naar kijkt. De dag nadien gaan ze weten van, niet weer die duwen, die gaan echt een keer heel kwaad op mij zijn. Oh, zo werkt het, hè. Ja, tuurlijk. Het is echt zo, in de laatste kilometer is het echt zo het spel van luide, blaffende honden tegen elkaar. Ja. En maar dat duurt geen 3 weken, gelukkig genoeg. Ja, je ziet dat nu ook in de Tour, hè. Die eerste 2-3 ritten. Jacobsen, Groenewegen, Sagan, Van Aert. Het waren allemaal niet de beste vrienden, hè. Gelukkig zonder accidenten. Correct. Want dat is een gevaarlijk spel soms. Hè. Ja, inderdaad. Sagan is een paar keer bijna gevallen. Ja. Zelf ervaring met Sagan of in de sprint? Oh, eerlijk gezegd, totaal niet. Ik denk dat elke sprinter wel zijn eigen manier van bougeren heeft. Ja. Zolang de ellebogen maar binnen blijven, vind ik het allemaal goed. Als wij een schouderduw geven en ik vlieg uit de rij, dan is het spijtig voor mij. Dan ben ik mijn plek kwijt en moet ik maar proberen er een andere plek te vinden. Ik weet, Robbie McEwen die had altijd een truc met zijn shifter tegen iemand zijn heup zo gaan duwen. Dat is gevaarlijk, hè. Dat was ook een goede sprinter. Inderdaad. Maar zulke dingen, ik heb er een klein beetje schrik van, eerlijk gezegd. Ja, zo andere coureurs toucheren met mijn stuur voor hetzelfde geld. Ja, een shifter plakt een klein beetje tegen de kleren van, tegen de stof van een lycra, koersbroek of whatever dat mag zijn. Je kunt op de grond vliegen, hè. Nee. Ik wil het niet vallen tegen 70. Niemand niet, maar ik denk dat er inderdaad een peloton soms wel wakkoes zijn die dat vergeten. Inderdaad, van, correct. Die pas na de arrivé denken van... Wat heb ik nu weer gedaan? Ik hier, ja, jij zou ook waarschijnlijk hebben, maar die man mogen we... Ik vind dat wel zo, als je Sagan zo ziet, als hij zo tegen Van Aert duwt of zo. Ja, dat is schoudertjes duwen. Dat is eigenlijk veel minder gevaarlijk dan met je stuur of met je elleboog ergens aanraken. Maar je ziet die replay dan bij Sagan, en die zijn handen zijn gewoon volledig rond in een beugel. Dat is zelfs geen vingerken dat denkt, niks kan aan ik aan die rem komen? Maar dat is bij al die mannen, hè. Geen enkel... Of ook soms in gaatjes duiken, dat je pijst. Op, daar de Ritty Philips het tweede wordt, dat hij dacht dat hij won. Dat hij erin kruipt. Ik had dat niet gezien, maar veel maten van mij stuurden dat. In één keer van, waar de fuck kruipt die nog door? Dat ik dacht van, sorry beste luisteraars. Waar kruipt die nog door? En... dat ik die replay bekijk van wow, dat is het kleinste mogelijke gaatje dat mijn stuur gaat er niet tussen. Dat is een hekken en een gat van 40 centimeter en de stuur is 40 centimeter breed, dus waar ga je tussen? En maar al die mannen hebben dat. En ik denk als topsprinter zijnde moet je dat in u hebben om er door te durven kruipen en niet te remmen. Te durven niet te remmen. En dat is misschien dat ik mankeer. Ja. Ik heb mijn remmen altijd vast in geval van nood, want... Sprint is een geval van nood, hè. Ja. Ik denk ook dat bij die mannen zoiets is van... vaak gebeuren manoeuvres en wordt er op analyseprogramma's gezegd van... veel manoeuvre of dit of dat. Maar ik denk echt dat dat gewoon een reflex dat dat overneemt. Mm-hmm, dat die voel niet zelf komen en die denken van ik stuur naar links. Allee, zeker weten. Als coureur heb je dat allemaal zelf gehad, dat je soms denkt van voel iets komen, dan gaat automatisch naar zeker links weten. Of naar rechts. En, achteraf kunnen zeggen van oei, inderdaad. Wat doe ik hier? Maar... Nee, maar sprinten, dat is... je kunt dat aan elke coureur vragen, denk ik, die in een massasprint zit. Die in een massasprint zit voor naar de meet te geraken zo rap mogelijk. Ja. Elke sprinter of lanceur, denk dat die van de laatste kilometer en half niet te veel herinneren. Dat je erin zit en dat je enkel maar denkt aan jezelf. Ja. Ik moet naar die vee geraken zo rap mogelijk en ik wil enkel ik niet vallen. De rest, daar kijkt niet naar. Dat is echt een tunnel vision. Naar één pad dat jij denkt, mijn stuur is zo breed. Alle gaten tussen alle coureurs zijn zo breed. Waar kan ik naartoe? Waar kan ik door?
waar kan ik naartoe als ze vallen? Zo denk ik toch. En ik denk dat de rest ook zo'n beetje zo nadenkt. Dat is volledig instinct, denk ik. Dat is een van de weinige momenten dat hij een milliseconde vooruit denkt. Ja. En wat er 2 seconden later is, dat boeit je niet. En in zo'n grote ronde is natuurlijk ook nog het gevaar dat de klassementsmannen ook nog dikwijls gaan mengen. Ja, correct. Soms tot de laatste 3 kilometer, maar soms als het een beetje oploopt, ook tot op de meet. Ja. En dan heb je misschien soms wel wat te veel volk. Er is altijd heel veel volk. Misschien om de actualiteit eigenlijk een beetje af te sluiten voordat we naar uw persoonlijke carrière overgaan. De Tour. Vandaag was er bijvoorbeeld nogal veel te doen over dat Pogacar al dan niet zijn gele trui zou afstaan, bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld Kemna in dit geval. Wat denk jij erover? Zou dat slimmer zijn? Of op termijn? Ah, wel, ja. Ik had daar niet bij stilgestaan eigenlijk, maar ik had dat ook gelezen online dat dat wel goed zou zijn voor zijn ploeg te sparen, zogezegd. Het zou fantastisch zijn voor Lennart Kemna, dat dan een topcoureur is en gele trui dragen, dat maakt zijn carrière nog beter. En dat zou dan de UAE-ploeg van Pogiboy nog een beetje kunnen helpen met de knecht niet helemaal kwijtgeraakt de voorbije dagen. Maar misschien is het morgen, gaat er weer. Hij demareert een jongen die op 6 minuten staat. En die ik zei ook hetzelfde tegen mijn schoonpa, correct. Er zijn er zo, ja, het was even Uran ook, denk ik, afgelopen zondag, die ook even kans maakt om de gele trui. Denk je dat Pogacar het houdt tot in... of dat hij effectief gaat de Tour winnen? Oh ja, je kunt zoveel scenario's schrijven als je wilt. En ik zou ook zeggen van... geef een beetje... Zet een paar ploegen als Jumbo op kop en rij een godganse dag à blok door. Maar ja, wat gaat dat opbrengen? Pogacar gaat in het wiel zitten van Vingegaard en Roglic en hij is sterker. Dus ze gaan hem er niet afrijden. Laat Vingegaard en Roglic elk om de beurt aanvallen. Wat gaat er gebeuren? Ze schieten met 3 over. Pogacar gaat overpakken en hij is alleen weg. Ja. Dat gaat er gebeuren, dan denk ik. Beetje zoals in tijd bij de Contador en de Schlek eigenlijk. Ja. Ik denk dat gewoon hopen... Ik hoop er niet op, maar voor Jumbo, dat hopen is op een off-day. Ja, inderdaad. Of pech. Inderdaad. Maar als ze blijft rijden, dat een uur rijdt, warm of niet, ik denk niet dat dat... Ik denk dat ook niet. Dus eigenlijk Pogacar waarschijnlijk unbeatable deze Tour. In mijn ogen wel. Okay. Behalve inderdaad, zoals je zegt, als er iets gebeurt wat ik niemand niet toewens in de koers, maar alles kan gebeuren. Hè. Jij zelf, jij bent begonnen op je 20 jaar, wat dat eigenlijk relatief laat is. Hè. Ik denk als je alle profcoureurs bij elkaar zou zetten, dat je een van de laatste bent. Die begonnen zijn. Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik vraag het me nog steeds af. Er spijt van misschien? Nee, totaal niet. Maar ik was op de hogeschool aan het studeren. En ik had na mijn lessen tijd vrij. En ik had een paar vrienden die met de fiets reden. En ik had mijn broer, Olly, die ook koerst. En hij begon dat jaar zo wat koersen te winnen. En ik dacht in mijn eigen van, tja, dat is eigenlijk wel plezierig. Die wint zo wat koersen, waarom zou ik dat niet kunnen? En hij had 2 fietsen, hij had zijn koersfiets en een reservefiets voor moest er iets gebeuren met zijn koersfiets. En dus ik pakte die reservevelo en ik reed er wat mee rond met mijn andere maten. En met mijn school ging ik op stage. En Olly wist van mij dat ik wel een beetje zou willen koersen, maar dat niet een drive uit mijn eigen ging komen van een ploeg te zoeken bij de beloften, want dat is ook al niet simpel als je 20 jaar bent en zo. Dus hij had, als ik een week op de stage was met mijn ploeg, met mijn klas, een ploeg voor mij gezocht om te zeggen, als ik thuis kwam van die week stage, van ja, Lau, cadeau, je bent volgend jaar ploegmaat bij mij, bij de lokale Van der Vurst Cycling Team ploeg. Ik zeg, ah, bon, even afkoersen, dus het is voor echt nu. Ja, ja, het is voor echt nu. Ah, oké. Okay. Dus ja, 2013, eerste jaar dat ik koerste bij die... Van de First Cycling Team, dus dat was wel... Maar uw broer is ook relatief laat begonnen. Olly is begonnen als tweedejaars nieuweling, pijs ik. Dus Savannah. Later prof geworden gewoon dan. Ja, die is gewoon prof geworden bij de lid zonder contract eigenlijk. Ja. Alle twee eigenlijk als tweedejaars lid zonder contract zijn we prof geworden. Na tweedejaars lid zonder contract. Dus wat is dat, 24 jaar? Ja. 25? Ja, zoiets, 24 waarschijnlijk. Dat gebeurt niet meer tegenwoordig, blijkbaar. Ik ging het juist zeggen, eigenlijk in de hedendaagse tijdperk... Ongelooflijk. En nu, jullie zijn dan toch wel een beetje een voorbeeld van jongens die dan meer laatbloeiers zijn. Ook denk never give up. Ja, bij jou ook misschien het feit dat je ook gewoon later het begon. Inderdaad. Maar bij mij was het idee eigenlijk, als ik begon met fietsen, van het is een hobby
gewoon amuseren en ja, nooit in die gedachte aan prof worden als ik eerlijk ben. Ja. Geen seconde in die twee eerste jaren gedacht aan prof worden, nooit van zijn leven. Het is misschien ook je geluk geweest dat je daar zo om mee, ja, als je er rustig mee omgaat en stond, dus, ja. Key 1 is gewoon amuseren, denk ik. Ja. En dat is ook een tip dat ik meegeef aan jonge gasten die aan mij vragen van hoe moet ik prof worden? Ja, maak dat je amuseert en blijf amuseren. Misschien dat er een shortcut is om prof te worden. Hè. Totaal niet, ja. De juiste mensen kunnen genoeg geld op tafel leggen. Ja, dat geld. Is ook maar voor één of twee jaar. En die eerste twee jaar dan eigenlijk, dat bij dat Van der Vurst team, alle direct de indruk dat goed ging? Of, Goh, ik amuseerde mij gewoon. En dat ging niet speciaal goed, maar ik reed mijn koersen van in het begin uit. En mijn broer was, ik weet nog, mijn eerste koers ooit, Sint Maria Lierde. Bij iedereen de eerste koers ooit? Ja, ik denk het. Ah, ik denk het ook. Vroeg op het seizoen, eigenlijk geen makkelijke koers. Maar ik had die uitgereden in het peloton, niks echt speciaal aan. Maar mijn broer belde mij en hij was content. Ik zeg van, oh, dan is het goed zeker als je content is. Dus voilà, zo voortgedaan en totaal niet veel prijs gereden. Hè. Maar het ging zo van kleine koers naar heel rap naar grote koers. Misschien mijn vierde koers in mijn leven was een topcompetitie. Ik weet totaal niet meer waar. Je merkt of zo, wat nog allemaal topcompetitie. Dat kan voor alles zijn, topcompetitie. Ja, ik weet het ook niet meer. En dan mijn drie koersen later was mijn eerste profkermiskoers in Puivelde. Flater van mijn leven begaan. Stilstaand, een keer, ik denk, ik weet niet waar exact, een keer geschakeld in de start. Hoeveel stress. Ja. Start gegeven, ketting eraf. Hai, 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 hai. Oh, hoe moet ik het hierop leggen? Dan heb ik daar twee ronden tussen de auto's gehangen. Eerste keer in mijn leven tussen de auto's gekoerst. Ja. Om terug te komen tot het peloton. Ik zeg het u, 100 kilometer lang, laatste aan een bengelen. Ja. En dan er eindelijk afgeschoten. Eindelijk afgeschoten. Eindelijk die koers fijn gedaan. Dat hem eindelijk heeft, ja, ik heb ook nog niet veel gehoord. Ik ben vreselijk. Eindelijk gelost. Eindelijk was ik eraf. Om dan, wat was het, 3 jaar later terug te komen naar die koers te winnen als 16-jarig prof. Dus dat was wel... Dat is wel baas. Dat was goed. Revenge. Ja, zeker en vast. Had je nog iets gedaan van sport voor de koers? Of, Ik deed atletiek van jongs af aan tot mijn 16 of zo. Dus ik heb wel 5 jaar niks uitgestoken. Ja. En ik had hier ook nog staan in de voorbije skaten of had ik ook een artikel van die broer te lezen? Ja, inderdaad. We hebben een beetje met skateboard rondgereden met een BMX als we jong waren. Ja. Maar dat was ook niet... Dat was gewoon een beetje... Gelijk elke jonge gast, hè. Ja. Skateboard op het skatepark gaan zitten in de buurt en van 10 tot 10. Hè. Dus jij was bij de hangjongeren van Berlaan. Correct. Opstichter. Er is van de week, 2 weken geleden, een nieuw skatepark geopend in Berlaan. En ik was op de opening als stichter van de hangjongerenclub toevallig. Dat is wel de max. Inderdaad, samen met mijn broer. Ah ja, dat is wel zalig. Ja. Dan... Ja, eigenlijk prof geworden, je zei het net, als tweede jaar... Elite zonder contract. Ja, elite zonder contract. In 2017 is je prof. Ja, bij Wallonie-Bruxelles, gekend. Daar direct redelijk mooie prestaties gereden, toch in de kijker gereden. En contract vroeger opengebroken, ja, klopt. Ja, inderdaad. En dan naar Lotto verhuisd. Ja. Was dat voor u een logische stap? Want het was er denk ik ook wel interesse van... de ploeg waar Olly bij rijdt. Ja, inderdaad. Dat was niet een logische stap in mijn hoofd, maar dat was zo'n personal goal. Van, ik weet van mijn broer, ik volg zijn plan zo'n beetje, van die leeftijd is hij prof geworden. Misschien dat bij mij ook lukt, je weet nooit. Mm-hmm. En hij was dan prof geworden bij Topsport. Getekend die contracten voor 2 jaar. Hij is na 1 jaar weggegaan naar een worldtourploeg en ik zei tegen mijn eigen van, wat zou ik dat ook eens proberen? Of, je kunt dat niet echt proberen, dat is gewoon... Op een duur moet je geluk hebben dat ze je vragen, hè. Ja. Dus plots vroeg Lotto mij. En dat stond mij wel aan. Het is gewoon een ploeg met André Greipel en zo. Dus halverwege het jaar heb ik dat proberen regelen om dat 2 jaar contract te kunnen wijzigen naar een 1 jaar contract. Om te kunnen veranderen naar de World Tour voor 2 jaar bij Lotto. En dat was wel gelukt. Maar Oliver die zegt toch wel vaak dat jij meer talent hebt dan hem? Klopt dat? Hij zegt dat zelf, denk ik. Ik zeg dat zelf? Ik zeg dat niet zelf, zeker. Bij wijze van joke, denk ik, dat ik het dan een keer zag passeren. Ik denk dat de pers dat vooral zegt, dat Olly dat ooit een keer gezegd heeft als we 20 jaar waren of zo, en dat blijven hangen is. Ik had een keer een interview gezien, of denk ik een artikel,
dat je zei, maar denk dat meer bewijzen van... Ja, dat zou kunnen, hè. Dubbel interview, meer joke was van... dat kan. Ik ben beter of zo, maar... Dat kan zeker, dat ik dat gezegd heb. Je mocht dat ook, niet zomaar toegeven. Nee, dus dat moet je hem niet gunnen. Zeker niet. Is er soms een onderlinge strijd? Allee, om te lachen dan, bijvoorbeeld op training... dat je kaskens tegen elkaar omhoog sprint. Wel, we hebben zo een paar virtuele lijnen liggen. Allee, geen virtuele, maar ze liggen er niet, maar wij weten ze liggen, de streep. Dus we hebben zo, als we op training passeren, ik denk vier arrivées dat we weten van dat plakkaat is belangrijk. Hè. Ja. En het volgende plakkaat is nog belangrijker. Hè? Dus, en waar is dat dan ongeveer? Ah, wel, er is iets in Zottegem klimmen. En dan ja, vallen. In strijpen. Ah ja, oké. Okay. Dat is een heel klein kastje aan die kerk daar. Aan de kerk, ja. Ah ja. Daarboven ligt een meet. Ja. En dan draaien we plots die ene bocht op. Iedereen stuurt onderaan vast. Ja. En dan is het sprint tot boven. Dat is wel de max. Altijd kloppers. We zullen een keer gaan kijken, Ben. Maar er ligt geen meet. Nee, dat is een plakkaat, hè, waarschijnlijk. Ja, ik denk dat het gewoon de top is. Ah, oké, de top, ja. Maar ik weet het, het is rechtsop. En dan, ja tot dat klein driehoekje en zo daar. Ja. Poef. Richting Lippenhovenstraat, Palenstraat. Ja, inderdaad, daar. Correct. En wie wint die sprintjes dan meestal? Wel, Greg of ik. Oké. Okay. Dat is spannend, een beetje, maar Oli is dat niet op de foto. Hè. Nee. Hij staat er niet op. En waar redden ze nog virtuele mee? Dan tegenwoordig de mooiste is, die noemde op Strava sprint Vuilenhoek. In Schellebellen is dat. Dat is op een dijk richting Berlaren. Ja. En dat is gewoon een plakkaat tussen Wetteren en Wichelen. Een plakkaat die op een dijk staat en ook, we babbelen goed tegen elkaar. We rijden 2-on-2, 3-on-3, whatever, met hoeveel dat we zijn. Iedereen stuurken onderaan. We zijn goed aan het babbelen en dat wordt zo'n beetje stiller, totdat iedereen zwijgt. Dan is het wachten tot de eerste die lanceert. En dat kan soms heel ver zijn, dat kan soms de laatste meter zijn. En dat is de sprint tot aan die meet. Dat is wel plezierig. Ja, dat is wel zalig. Jullie rijdt eigenlijk superveel samen zo met de parels. Hè? Constant eigenlijk, gaf. Greg is ook een van de gasten die ik zie die altijd. In Vlaanderen is een... woont om 10 minuten van bij mij. Olly woont ook 10 minuten van bij mij. Dus we spreken eigenlijk af in het dorp waar ik woon. Omdat ze het middenpunt Berlaren. En dan ook als ik in Dardenne ben, Greg is ook vaak in Dardenne. Dus het is een beetje een training partner. En is het altijd zo dezelfde die te laat komen? Of, Ik. En ze komen naar u. Ja, dat is het geluk. Hè. Die mannen, we vertrekken om 9:30 ochtends. En ik weet van, ja, Greg vertrekt bij hem thuis om 9:30. Mijn broer vertrekt bij hem thuis om 9:30. Gijs van Hoeken vertrekt bij hem thuis om 9:30 en dat is een kwartier rijden voor in Berlaren te geraken voor iedereen. Dus ik vertrek om 9:45. Hè. Ja, de jongere ben gast, geen nezel, hè. De jongere gast. Exact. Wat zegt hij graag? De jong gast. Nee. De jonge gast. Ja, dat is toch altijd laat. Neem me gelijk in mijn tijd, zegt hij dan. De Greg, dat is ook een beetje een oldschool op vlak van training en zo. Ja, inderdaad. Ik weet nog dat je vroeger een paar keer bent tegengekomen, ook zo'n mountainbike-tochten. En, ja. Dat je denkt van, was dat in die trainer op zijn schema gezet? Gewoon boren. Van voet tot bodem, van start tot finish, de klim vol. Ja, dat is wel zot, hè. Dat is wel... Afhankelijk van de klim is dat zot, inderdaad, maar dat is wel de goede manier van training. De klimmetjes in Gerasbergen, waar ik dan woon, dat de Greg bijna overal de kom heeft. Inderdaad vooraan staat. Dat is als je onderaan 9 begint en je doet 9 tot boven, dan sta je dicht. Ja, zeker met zijn benen. Ja, want jullie zijn ook van, we trainen superveel samen, als we allemaal in de buurt zijn. De dag van vandaag. Dat gaat niet meer. Er zijn superveel schema's. Ik weet dat nog, de laatste 2 jaar was dat ook soms. Wat moet hij doen? Ja. Ik ga even voorrijden. Dat is niet leuk, hè. Dat ik dan ook nog dacht van, ja, die mannen die rijden superveel samen. Hoe doen die dat? Hoe staan jullie erin? Mijn idee van training is zo het... Dat is mijn geluk een beetje van in La Glaise te zijn vaak. Hier kun je echt specifiek trainen. Hier kun je intervals doen, gelijk hoe en wat je wilt, tot 10 minuten. Maar in Vlaanderen is dat onmogelijk. Ik zeg nu, ik woon in Berlaren. En als mijn trainer zegt van, doe een interval van 10 minuten. Ik zeg, ja, moet ik antwoorden in het Frans van, dat gaat niet, hè. Kan ik niet 10 minuten rijden? Doorrijden, dan rij je 60 per uur. Ik zie World Tour Runners. Dat is echt als je wind in het gat hebt op de dijk. Ja. Je moet dat je liggen KO rijden om een keer 10 minuten interval te doen. Ja, dat is ook niet meer op de dat duur. Is niet, dat is erover, niet leuk. Dat is gewoon niet leuk. Mensen moeten tegen 60 moeten voorbij steken op de duur. Inderdaad, of 30-30 zijn wijst allemaal. Ja, ja. Dus het is ook niet zo in Vlaanderen dan vooral. Het is niet zo veilig, hè? Nee, voilà, exact. Je rijdt van dorp naar dorp. Je rijdt van rood licht naar rood licht en dat is niet tussen het verkeer en al, dat is niet de key om te liggen versnellen, vertragen.
enkel met je eigen beet te zijn. Je bent los in het verkeer, dus dat is belangrijk om te weten dat er andere mensen rondrijden, ook rond u, die niks te maken hebben met je koers en ook niet denken dat jij versnelt of vertraagt. En dus, je vertelde, nu heb je een Franse trainer van Age Desert zelf? Ja, sorry. Inderdaad, en ik moet aan die mensen uitleggen van Frankrijk is niet zoals België. Dat is geen zeven. Die mensen die weten niet hoe dat België is. In Frankrijk is er iets van, je hebt je kleine dorp waarin je woont. En het land is 10 keer zo groot als België. Je komt je dorp buiten en je zit binnen in de campagne, noemen ze dat. Dat is gewoon in het veld. En je rijdt 2 uur lang in het veld rond. Ja. Ga niet in België. Nee, nee. Toch niet waar ik woon in Vlaanderen. Je rijdt mijn dorp buiten. Lindebouwing tussen het dorp. Exact. En, je gaat op een dijk of zo en daar kun je goed doorrijden voor een lange tijd. En voor de rest is het verkeerseilanden ontwijken, paaltjes, kegeltjes. Dus ik zeg tegen die mens van, als ik in Vlaanderen ben, dat is mijn deal met hem. Geef hij mij sprinttraining. Voilà, perfect. Ik train mijn sprintjes in Vlaanderen en ik ben heel vaak in Dardenne en daar doe ik dan de andere nodige intervals die belangrijk zijn voor een beetje een berg op mee te kunnen. Ik ging juist zeggen, ze zien niet meer in Vlaanderen gezien. Nee. Doe dan niet graag sprinttraining. Ja, maar het was gevaarlijk. Wij waren zaterdag gaan rijden en ze hadden nieuwe verkeerslandjes gelegd op een top van Laup. Ja. Wij reden zo Laup af, dop af eigenlijk. En plots verkeerslandjes. We wisten, we kenden daar zo goed, maar plots bij een bendeke van 5 man. Verkeersland, dat is super gevaarlijk. Dat je vaak, je hebt ook wel vaak dat je thuis komt, dat je denkt, ik had vandaag 6 keer zwaar kunnen vallen eigenlijk. Inderdaad. Wat in onze voorlaatste podcast was met Dirk de Wolf, de legend. Zalig. Legend der legends. En die zei ook van, ik versta dat niet, dat je eigenlijk zo zwaar kunt vallen op je fiets. ik droeg vroeger nooit geen helm, ik versta dat niet, dat je zo hard kunt vallen. Maar hij zei dan ook van, bij ons vroeger, dat was een baan zonder al die hindernissen op. Hè. Nu is het echt overal, en ook in koers, denk ik, dat is, als je ziet hoeveel motors er mee rijden, correct. Wat ook logisch is, voor op elke 500 meter inderdaad. Ergens een paal of een splitsing te gaan aangeven. Dat is goed dat je dat zegt eigenlijk. Die motos, daar wordt heel veel commentaar op gegeven, maar die zijn er voor onze veiligheid. Ja. Die stoppen om de kilometer om te zeggen van hier staat een paal, hier is een gevaarlijk kruispunt. Dat zijn eigenlijk de mobiele seingevers. Die mannen die zijn er voor alles in goede banen te leiden, dus we mogen daar niet op klagen. Dus de verkeerseilanden die komen er elke dag bij. Ja, dat is... En dan zeggen ze van, weer een valpartij in het peloton, er is te veel stress. Er wordt te veel, wat gepakt, maar dat totaal niet waar is. Er is gewoon... er staat te veel palken op de baan waar dat je niet ziet. Dat is iets dat we al een paar keer hebben aangekaart, inderdaad. Het is erover. Hè. Overal is het de oplossing tot... ik denk dat ook misschien aan de gemeentes of de steden altijd een rap oplossing is van, we gaan hier een keer een verkeersplan uittekenen en we gaan wat paaltjes in de grond boren. We gaan inderdaad. Er wat van die kussens opleggen. En, het is in orde. Correct. Maar het maakt inderdaad... Het maakt allemaal wel redelijk onveilig. Hè. De koers in achter elke hoek. En sowieso de Tour. En in uw geval waarschijnlijk 90% van al je koersen. Ja. Weet jij niet hoe langs waar dat je rijdt. Hè. Je staat waarschijnlijk op je Garmin. Inderdaad, maar... je volgt de pijltjes op mijn Wahoo. En dat is, maar er staan geen paaltjes op. Hè. Ja, nee. En dan, je mag in Vlaanderen wonen en je mag ze allemaal weten staan. Maar dan zit er de Spanjaard naast je, die weet ze niet staan. Ja. En die rijdt erop en die pakt u mee. En zo gebeuren er valpartijen. Ja, klopt. Het is altijd heel hectisch. Dus eet je dan, toen je nog bij Lotto Soudal zat, dan had je die nog een andere trainer? Of? Dat was een van Lotto zelf, ja. Ah, dat was ook iemand van... Wie was dat dan? Iemand van Energy Lab. Ah, oké. Bij Peter Hespel. Wim van Oost. Ah, maar is Peter Hespel dan niet de... Energy Lab is van dingen, hè, van Paul van den Bos. Ja, juist. Van Sven Nijs geweest, inderdaad. En dus op het einde van die 2 jaar Lotto heb je dan besloten om voor naar Age Desert te gaan. Hoe is die een transfer dan juist gekomen? Had je gevraagd aan je broer van, is dat een goede keuze voor mij? Want, of waart je niet meer zo tevreden bij Lotto? Of? Goh, ik heb bij Lotto een beetje miserie gehad, gewoon ook persoonlijk. Ik ben een jaar oud geweest met clearcoats. Dat was uw eerste jaar zeker? Mijn eerste jaar dat ik bij Lotto was, ja. En dat was niet fantastisch. En ook als eerste jaar bij een ploeg nieuw binnenkomen, zo echt een keer ernstig ziek zijn, dat helpt niet voor het vertrouwen van ploeg naar coureur. En dan dacht ik van, als je hier iets voor hebt, dan is het niet goed. Dan moet je naar een ploeg gaan waar je vertrouwen krijgt. Dat is belangrijk voor de loop van je carrière. Ja. Voor mij uiteindelijk maakt het totaal niet uit welke kleding je aan hebt. Je moet gewoon je best doen met je maten, waarmee dat je rondrijdt en er het beste van maken voor de komende jaren. Niet nadenken van vandaag dit. Dus die transfer is een beetje verlopen. Van mijn tweede jaar Lotto reed ik eigenlijk niet zo slecht.
in de koersen waar ik mijn prijzen mocht proberen rijden. Dus in de kleinere koersen, waar dat er dan bijvoorbeeld geen Caleb Ewans of Greipels waren, mocht ik zelf proberen sprinten en haal ik dan een top 10 of zo bijvoorbeeld. Ja, dat is wel, dat zie je vaak passeren inderdaad. Dus je naam wel vaak in de top 10. Ja, voilà. Zeker en dat was ook zo, dat is ook zo een beetje een persoonlijk doel van top 10 rijden is altijd goed. Dat is mijn motto. Ja, doet maar. Als je top 10 bij de profs kunt rijden, dan heb je net goed gereden. Ja. Je staat in de lijst op tv en voilà, dat is dik in orde. Ja, maar dat is ook zo. Dat is echt waar. Dus ja, 80%, allez, of 80% misschien niet, maar er zijn zoveel helpers en al de rest denkt van ik wil top 10 inderdaad, rijden. Dus, dat is waar. En voor de mensen thuis, ooit een keer omschreven als de, ik weet niet meer, papzak in de zetel door mijn broer. Oei. Ja, ja, ik ken het mij. Zij zijn een slechte coureur. Zij zijn een sukkelaar die niks kunt als je 11e wordt, of 10e of 9e. Maar als je dan gewoon voor je eigen kunt zeggen van voor mij is dit heel goed, en je zit er content mee, en voilà, wat dat dichter is, is fantastisch. En dat zal dat telt. Ja, ik denk dat in de World Tour dan er niet veel papzakken in de World Tour zitten. Nee, nee, maar de papzakken in de mensen thuis. Jan met de pet thuis, Oliver die commentaar heeft op de coureurs. Oliver, die... er was nogal... Er was een denk dat na dit jaar, dit voorjaar of zo was... Vorig jaar, Oliver een beetje last had van een beetje te veel kritiek op de sociale media. Ja, door inderdaad, ja, mensen die gewoon achter hun tv maar zitten te kijken en denken dat iedereen Wout van Aert is. Exact. En het kan altijd maar één winnen, natuurlijk. HLN-comments of zo. En Facebook en zo vooral. Heb jij daar zelf ook last van? Of? Ik totaal niet. Ik ben niet... ik heb totaal niet het bekendheidsgehalte als een Ollie of een Greg die met vergrootglas worden bekeken en worden afgebroken bij de kleinste prestatie. En voelde soms, als er bijvoorbeeld iets slecht of zo over hun wordt geschreven in de krant of zo, dat leeft bij hun? Die mannen die kunnen daar redelijk chill mee leven. Die kunnen daar redelijk goed mee leven, eigenlijk. De pizza is gereed. Ja, de man zwaait niet in. Die mannen die kunnen die lezen dat en kunt je mee lachen. Dat is belangrijk, hè. Ja. Dat je het zo niet echt aantrekt van... ik weet niet wie zegt iets slecht over mij. Of dat totaal niet uitmaakt, eigenlijk. Het enige dat uitmaakt in de profwereld, zou ik zeggen, is dat je zelf content bent met wat je doet en wat je ploeg zegt. En al de rest... En hoe lang loopt uw contract nog tot volgend jaar? Tot eind volgend jaar, ja. Oké. Okay, ja. Wat zijn eigenlijk voor de rest van dit seizoen nog uw persoonlijke ambities? Ah, wel, er is binnenkort een koers die hier in de buurt passeert, Ronde van Wallonië. Dat is al een schone koers. Het is wel spijtig genoeg lastiger dan vorig jaar. Normaal is wel een aantal keer een groepssprint van een kleinere peloton. Ja. Dat mij wel kan liggen. Iets voor u. Maar de koersen zijn wel echt lastig geworden dit jaar. Dus ik ga een keer verkennen binnen een paar dagen. Twee ritten die in de buurt passeren. Dus zo, dat weet ik al iets meer. Voor de rest zijn er wel nog heel veel schone eendagskoersen waar dat ik gewoon... Elke koers is een doel voor mij, eerlijk gezegd. Rijd je Bingbank ook of zoiets? Die is al geannuleerd. Ah, ze is geannuleerd? Dat wist ik zelf. Ah, dat wist ik ook. Ja. Oh, wow. Ja, dat is wel echt jammer. Inderdaad, dat is heel spijtig. Heel mooie koers. Ja. Een belangrijke koers ook gewoon, hè, voor coureurs als Greg, Olly en zelf ik. Ja, die laatste rit passeert vlak bij mijn deur. Belgische rittenkoers. Hoogdag. World Tour, prachtige koers voor een Vlaming, vind ik zelf. Ja, zeker en vast. Voor mannen van ons genre coureur ook. Zo... Niet echt bergop kunnen rijden. Een klein tijdritje en veel koersen voor een beetje kleine puntjes, wat wij misschien toch een iets klein beetje zijn. En altijd superveel sterke coureurs. Het is dat. We zitten hier op het terras in La Glaise, even de race passeert even. Sorry voor de motards. Nee, om het nog even over de Bingbank. Ja, ik herinner me de prachtige rit waar dat Oliver, Greg en Laurens de Plus wegreden in Gerisbergen. Was fantastisch om te zien. En, inderdaad wel. En gaat dat ooit nog terugkomen, de Bingbank? Ja, het is enkel dit jaar geannuleerd, denk ik, door... ik weet niet wat exact de reden was, maar ik had iets gehoord van een tekort aan seingevers of iets. Ja, geen financiële probleem bij de Bingbank. Is dat niet overgepakt door Saxo Bank? Ah, dat weet ik niet. Of omgekeerd, Saxo door Bingbank. Ja, ons publiek. We kijken naar onze beursanalyst. Wat zegt de jury? Ik denk dat Saxo is door Bingbank, dus ik denk dat er geen problemen zijn bij Bingbank. Ja, okay. Dus eigenlijk, eerst volgende koers dat we mogen verwachten is Tour de Wallonie.
ik denk wel, ik hoor van heel veel mensen dat die daar gaan. Allee, allemaal goede coureurs. Dat gaat een heel hoog deelnemers zijn. Ja, correct. Alaphilippe is er en zo. Ja. Maar ja, als dat niet lukt, er zijn nog, ik had een keer geteld, nog 21 koersdagen te gaan. Dus je doet TRW eraf. Dat zijn 5 ritten die weggaan. Ja. Dat zijn nog 16 eendagskoersen die volgen, dat is echt niet mis. Dus dan kun je nog zegekoning worden dit jaar. Voilà. Perfect, hè. Ja, meer moet dat niet zijn. Ik moet niet meer hebben. Ja, wat? Stond er nog iets op ons programma voor... wat ik nog staan had, in de intro hadden we gezegd, de 11 stedenronde. Ja, derde podium, plaats, na Mathieu en Wout. Ja, wat, vanaf dan is het alleen maar bergaf gegaan, met mij. Ja, als je, veel beter als dat is ook als je mee wordt geëvolueerd met die natuurlijk, ja, dan... Dan was ik nu inderdaad een of andere trui aan het dragen in de toeren. Crazy, hè. De E van de twee doet nu wel wat minder. Maar, kan gebeuren, ja. Dat is het natuurlijke aan de atleet Mathieu, wat dat ook mooi is, vind ik. Inderdaad. Maar inderdaad, ik heb uiteindelijk de foto van een podium met die twee gasten. Ik als neoprof tussen twee legendes momenteel, dus dat is goed om te hebben. Hè. En die hangt boven je bed, of? Nee, die staat ver in mijn telefoon. Vrij ver. Ergens, maar hij staat nergens afgedrukt. Is een fanboy gelijk. De jongen rijdt er zelf tussen. Hè. Als je nu ziet wat Van Aert allemaal de Tour weer doet, ik vraag me altijd af. Ongelooflijk. Ja, blijft u dat verbazen? Of? Zeker en vast. Ik denk iedereen. Hè. Het is gewoon een machine. Je kunt er niet tegen zijn ook, vind ik. Ik denk dat iedereen fan is... En fans zou moeten zijn van Wout van Aert. Ja. Zo'n coureur. En idem Mathieu. Ja, zeker en vast. Hoe dan ze altijd koersen. Ze rijden ook altijd door. Hè. Het is niet dat ze echt inderdaad, zo, ze zijn er niet voor... Ze worden vaak geschetst als de twee grote rivalen. Dat zal misschien ergens zo zijn. Maar ze rijden altijd door. Hè. Als exact. Ze er twee komen, rijden ze altijd door. Correct. Het is niet dat ze... ze rijden niet tegen elkaar. Ze zijn er in hetzelfde tijdperk. En dat is enkel maar goed voor de koers. Hè. Ik zag vandaag een interview met Horner, ex-winnaar van de Vuelta. Die zegt van Wout van Aert, zonder Wout van Aert had Jumbo de hele trui al gehad. Wat weet Horner nu van koersen? Ja. Die heeft de Vuelta gewonnen op, wat was het, flessen cola en zakken chips in die tijd. Dat weet ik zelf niet. Ik weet niet. Was dat zo? Blijkbaar. Die had een eigenwijze stijl, hè, door een half uur op een berg recht te staan, zo aan danseus. Wat? Die stond toch super lang recht op de pedalen, zo. Ja, juist. Chris Horner. Inderdaad. Ja, op een mega verzet. Ongelooflijk. Ja, echt zo ongelooflijke beelden. Grote plateau, 50 kadans. Ja, ja. En dan echt zo een ganse berg van de voet tot boven recht. Ja, ook al stok uit in de veld. Ja, dat is inderdaad ook al 37. Alder dan de straat hier, want de straat is 2 weken oud. Ik zei dat net in de wagen. Ik zei, amai, die straat is even... Inderdaad, ja. Hij wint daar de Vuelta. In interviews zeggen van een prusthagen, ik eet enkel maar chips, Mentos en ik drink 2 flessen cola per dag. Okay. En dan ga je carrière eindigen na de Vuelta-overwinning. Wel minder kostelijk als ketonen. Correct. Dat is ook ziet, waar. De Alpen zijn, ik had het iets gelezen van zoveel, het was meer dan 50.000 euro per jaar aan ketonen. Dan is die chips en die colaflessen wel... We kunnen misschien een sponsoring door Lays aangaan. Ja, Lays en Coca-Cola inderdaad. Van Aert gaat hij nog ritten pakken, denk ik wel. Hè. Er zijn wel nog wat kansen, hè. Never say never. Elke rit dat er... Never say never. Vorig jaar, week 3, denk ik, 2 ritten gewonnen. Dus alles kan hij met die gast. Zeker vast. Dus, alles is mogelijk. Dan sluiten we af met... Wat mogen we misschien Laurens nog toewensen? Mij? Zijn de pizza. Een schoon leven. mooie lange carrière. En ik ben content met 1 schone profoverwinning. Dus wens mij een schone. Dan wensen we u dan van harte toe. Bedankt. Ritje en Giro. We kan ik kunnen nog toewensen? Succesvolle podcast. een heel succesvolle podcast toegewenst. En nog schone ritjes hier in het Ardennen. Nog mooie ritjes hier in het Ardennense werk. Op de Makizaar. Heb je de kom op de Makizaar of niet? Nee, ik denk dat ik wel top 10 sta, maar de kom is genomen door... ik denk dat jij hem gaat kennen, Adrian Costa. Ah, nee, ik ken hem niet. Nee? Nee. Jonge gast geweest bij... Hoe noemt dat nu weer al? Axel Merckx. Axion. Geen pannenkoeken daar. Dat waren geen pannenkoeken. Nee, dat zijn allemaal redelijk goede. Dan moet ik hier zijn verhaal opzoeken. Philips komt ervan. Zo, ja. Daan gaat morgen een poging waren op de Makizaar. 5 minuten maar. Challenge accepted. En je bent boven. Oké, Laurens. Super bedankt. Super bedankt om erbij te zijn. Jullie ook. Dikke merci. Ciao.
mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabedja gaat niet op de foto staan. Wat een machtsontplooiing. Stibar is de pijper en komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Is dat Van Avermaet? Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Avermaet of Viviani? Het is Van Avermaet al. Een Olympisch goud. Olympisch goud voor Dirk Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op 1. Tom Boonen is wereldkampioen.